verveel je in de klas? Vrolijk op met onze nieuwe grappen. Wees alleen niet verbaasd als je leraar een wraakgrap op je uithaalt. Er is een kans dat ze ook Back to School Pranks video kijken op Troom Troom. Roodharige drinkt haar frisdrank en wil niet delen met haar vriendin. Hebzucht is niet de beste karaktereigenschap, mijn vriend. Dus ik zal haar naar mijn kant trekken met mijn geestkrachten. Bevestig een magneet op een leeg Coca-Cola blikje. Gebruik dubbelzijdige tape en maak de magneet vast aan de bodem van het blikje. Nu kun je het blikje richten met nog een magneet. Het mysterieuze blikje beweegt over het bureau. Is het een soort poltergeist? Is het een les in mystieke magie? Of gewoon natuurkunde? Dit zijn magneten. Christy begreep dit onderwerp tijdens de laatste les. En nu is ze de heer van de blikken. Christy steelt stiekem de bril van Miss Penny Poppins terwijl ze de zin van het leven in haar tas zoekt. Waarom? Voor een grap natuurlijk. Christy kleurt de brug van de bril met kwatsch. Penny wil de meldingen van haar telefoon checken, maar zonder bril ziet ze niets. Ze zet hem op. De grap werkt. Nu heeft Miss Penny Poppins een vlek op de brug van haar neus. Het benadrukt haar delicate gelaatstrekken. De meisjes luisteren aandachtig naar de lerares. Ze maken aantekeningen en beantwoorden vragen als hardwerkende studenten. Hebben ze echt hun zaakjes goed voor elkaar? Penny Poppins is op de top van de wereld. Iedereen die goede antwoorden geeft, verdient een cadeautje van de lerares. De meisjes krijgen snoepjes. Neem een oranje gum. Knip een plaatje uit van een rond schijfje grapefruit. Trek het over op de gum. En knip het uit volgens de lijn. Steek er een stokje in. En bevestig de plaatjes met dubbelzijdige tape. Wikkel de lolly in. En maak er een strikje om. Het is best moeilijk om met deze citruslolliewikkel om te gaan. Maar een stuk van het snoep afbijten is de echte uitdaging. Ik heb mijn tanden in puur rubber gezet. Christy doet het al niet beter. Haar snoepjes zijn ook niet echt. Teken lijnen op gekleurde gummetjes, zodat je identieke vierkantjes krijgt. Knip ze door. Bedek ze met Starburst wikkels. Print een etiket uit en plak het in elkaar, zodat je een pakje krijgt. Doe de snoepjes erin en lijm ze vast. Ik denk dat je je leraar niet kunt vertrouwen. U werkte zo hard en de snoepjes zijn nog steeds nep. Nou, de meisjes houden ook van grappen. Wraak wacht op juffrouw Penny Poppins. Er is niet zoiets als te veel stickers. Bedek het hele zwarte bord met felle stickers. Plak er zoveel mogelijk op. Probeer niet te beknibbelen op je leraar. Penny verwacht niet zoveel sticky notes op het bord te zien. En wat moet ze er allemaal mee doen? Haar spreekbeurt erop schrijven? Of moet ze briefjes schrijven voor de ouders van ondeugende leerlingen? Wordt een drama. De meisjes hebben chips gevonden. Laten we nu een snack nemen. Maak het open. Maak het open. Maar als Christy het pakje openmaakt, zit ze van top tot teen onder de bloem. Hoe kon dit gebeuren? Open voorzichtig een zak chips. Knip een ziplock zakje. Bevestig het in de chipsverpakking met plakband. Doe er bloem in. Maak het pakje vast met hete lijm. De meisjes zien eruit alsof ze slachtoffer zijn van een explosie in een meelfabriek. Maar zelfs dit zal hen er niet van weerhouden van chips te genieten. Haal het meelalarm eruit en geniet van knapperige chips. Zoals altijd hebben de meisjes niets te doen in de klas. Het zou natuurlijk beter zijn om te studeren. Maar blokken is saai. Christy haalt een grap uit met krijt. Knip de puntjes van krijtjes af. En gebruik ze in plaats van krijt met dezelfde kleuren. De voorstelling op het schoolbord begint nu. De meiden veranderen Einsteins formules in strips met gekleurde krijt. En ze doen ook zijn make-up. Wow, de meiden zijn behoorlijk speels vandaag. Oh, vandaag gaat het zo leuk worden. Laten we eerst Einsteins haar wassen. En op het schone schoolbord schrijven. Wacht even, Deze krijtjes werken niet. Het is nu allemaal duidelijk, dit zijn kleurpotloden. De meisjes lossen hun streken zelf al op. Ga naar het schoolbord en schrijf het onderwerp van de les op. En wat is dat in hemelsnaam? Roodharige komt naar het bord en ze is niet alleen. Haar vriendin komt ook. Dit is Lucinda, mijn slangenkraag. Weet iedereen nog dat juffrouw Penny Poppins bang is voor slangen? Vandaag is geen uitzondering. Ik ben blij dat de juf langzamerhand gewend raakt aan streken. Nu is een rubberen slang geen reden om flauw te vallen. Juffrouw Penny Poppins is gul en ze geeft iedereen viltstiften. Teken meisjes, jullie zijn welkom. Als je ze open kan maken natuurlijk. Lijm de doppen van oude viltstiften. De meisjes doen hun uiterste best om de stiften open te krijgen. Maar ze falen. Ze willen ook niet studeren. Ze zijn gesloten tot de volgende vakantie. Grote geesten denken hetzelfde. De meisjes hebben grappen voor elkaar uitgehaald. Roodharige heeft een lijmstift die niet lijmt. Knip een brede lijmstift op de maat van een lijmstiftkoker. Maak hem vast aan een lege tube. Bedek de lege ruimte in de tube met boetseerklei van een geschikte kleur. En Christy heeft een gum die niet gumt. Maak van boetseerklei van geschikte kleur een gummetje. De meisjes trappen tegelijkertijd in elkaar streken. Wat schattig. Dit is wat je noemt echte vriendschap. Zelfs ideeën om grappen met elkaar uit te halen komen tegelijkertijd in hun hoofd op. De meisjes wisselen schattige beeldjes uit om de eenheid van hun geesten te eren. Omdat je meer dan alleen een grap kunt maken van boetseerklei. Ik grijp naar het pakje M&M's van mijn vriendin zodra ze naar het schoolbord gaat. Ze had haar lekkers niet onbeheerd achter moeten laten. Nu heb ik wat plezier. Oeh, het is niet zo zoet als de reclame zegt. Snij een ui. En wrijf het in de M&M snoepjes. Stop ze terug in de verpakking. M&M's met uiensmaak gegeten. En hoe kan Christy dit eten? Roodharige haalt een wraakgrap uit met geldboekenleggers op haar vriendin. Teken een neprekening op papier. Knip het uit. Knip een stuk van het biljet af. En maak het vast aan het papier. Gebruik het in plaats van boekenleggers. Christy ziet het spaargeld van Redhead gewoon op het bureau liggen. Ze denkt al na over wat ze met het geld kan kopen. Verrassing, het zijn gewoon boekenleggers. Zeg maar dag tegen je geldplannen, Christy. De meisjes zijn van plan om van Nutella te genieten zonder dat iemand het merkt. Maar het scherpe oog van die lerares kan alles opmerken. Juffrouw Penny Poppins staat niet toe dat iemand lekkers eet in de klas en ermee wegkomt. Deze Nutella bevat een ton koolhydraten. Haal alle chocoladepasta uit de Nutella & Go verpakking. Maak de container schoon van de resten. Meng smeerbare kaas met bruine kleurstof. En giet het in de container in plaats van Nutella. Doe de dop er weer op. Penny neemt de Nutella weg en ruilt deze chocolade voor smeerbare kaas. De meisjes maken het pakje open, maar er blijkt niets lekkers in te zitten. Ze hadden niet verwacht dat er bruine roomkaas in zou zitten. Penny Poppins heeft wat rare dieetvoorkeuren. Christy besloot een grap uit te halen met haar eigen partner. Je kan niemand vertrouwen in deze school. Maak een pen los met verwisselbare vullingen. En verwissel ze. Christy verwisselt de pennen zonder dat iemand het merkt. Arme roodharige. Alle kleuren zijn gemengd en ze komen niet overeen met hun dopjes. Is roodharige nu kleurenblind? Wat is er mis met deze kleurentrucs? Vond je onze schoolgrappen leuk? Schrijf dan in de comments wie je de volgende keer in de maling gaat nemen. Je vriend of je leraar? Of zal je leraar jou in de maling nemen? En vergeet niet een duimpje omhoog te doen, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken, zodat je geen nieuwe back-to-school pranks mist op Troom Troom.